Dirk van Duivenbode. Slaat Pieter White. Had weer een ander setje darts mee. Maar je had bijna 39 mee. Waar ging het mis met die 39? Ja, ik mikte hem eigenlijk niet. Ik gooi bijna nooit 39. Afgelopen weekend had ik er 2 of 3 of zo. Dus ik denk, nou ja, dat gaat er ook in. En ik mikte eigenlijk de triple 19 niet. Dus gooide ik iets te snel en hij was mis. Nou, dat is jammer. Maar uiteindelijk, speel voor de win. Was het vandaag warmer dan in Duitsland of is het in Duitsland warmer? Is het een retorische vraag of moet ik hem beantwoorden? Duitsland was het 15 graden meer, vriend. Goed, je wint de wedstrijd wel. Hoe is het weer om voor je thuispubliek te spelen? Ja, dat is geweldig. Ik ben daar niet helemaal gewend natuurlijk. Alleen, ja, nu weet je ruim van tevoren dat je hier moet spelen. Dus dan worden de troepen verzameld. En ik heb de mensen uit Schravenzanden en mijn familie hier. Dat vind ik gewoon geweldig. Goed, morgen moet je tegen Martijn Kleermaker. Het staat in onderlinge ontmoetingen 3-0 voor jou. 1x6-5, een lastige partij. Het ziet eruit dat jij aan de goede kant staat. Of kijk je daar nooit naar? Nee, dat kijk ik niet, ja. Dat staat echt nergens op. Oké, kijk je wel uit naar de partij? Weer in eigen land? Wel tegen een Nederlander? Ja, tuurlijk. Dit zijn de wedstrijden waar je voor speelt. Je speelt een kwartfinale op het TW-toernooi. En ja, wie het is, die is het. Die wil ervan winnen. En onderling resultaat. Ja, resultaten in het verleden hebben geen garantie voor de heden. Goed, Dirk. Succes morgen. Dank je wel.